Na de pauze leidde Jaap van Manen de discussie tussen de 5 leden van het panel en de aanwezigen over 4 stellingen. Stelling 1. De in-control-verklaring is een nuttige aanvulling op de jaarrekening en accountantsverklaring, maar zegt weinig over de interne beheersing van de onderneming. Ik ben er heilig van overtuigd dat er meer ondernemingen de mist ingaan of in de problemen komen, niet zozeer door de wijze waarop ze hun verslaggeving doen, maar door de beslissingen die zij nemen en de keuzes die zij maken in de bedrijfsvoering. En daar zegt dit in-control-statement helemaal niets over. Daar zegt de risicoparagraaf wel degelijk wat over. Maar toch, er zit een dilemma tussen, dat waar zo'n in-control-statement, als wij er maar op moeten vertrouwen, zoals u net zei, dat het in het bedrijf inderdaad veel beter is geregeld dan we naar buiten toe in die 3 pagina's kunnen verantwoorden. Ja, hoe kunnen wij dat als beleggers weten? En ik denk dat we hebben nou zoveel ervaring met zelfregulering. En Gerard Mertens laat zien dat zelfs na 4 jaar tabaksblad er nog steeds een geweldige gap is tussen de gedefinieerde best practice en de average practice. Al dit ontwijkgedrag, terugtrekkend gedrag en filosofische verhalen dat in control toch eigenlijk een onmogelijkheid is, het spreekt mij absoluut niet aan. Stelling 2. Het internationale zakenleven moet streven naar International Risk Reporting Standards. Kijk, als er niet een goed duidelijk raamwerk is, dan kunnen wij überhaupt niet controleren. Wij moeten ons altijd blijven realiseren dat Nederland niet een eiland is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij een internationaal kader ontwikkelen. Iedereen zegt dat hij risk-based controleert. Nou, dan begin je toch met de grootste risico's. Dus het kan niet anders zijn dan dat wij met onze cliënten altijd de grootste risico's met elkaar bespreken in audit committee en binnen de bestuur. Omtrent risico's, wat ik net ook zei, het gaat om een beschrijving. Het gaat om wat is de impact van het een en ander. Dat kan heel wel met verschillende formats. En ik denk dat dat het beginstadium is. IFRS is ook niet uit de lucht komen vallen. Het is een kwestie van harmonisatie van verschillende standaarden. Het kiezen van de beste standaard, principle-based blijven en uiteindelijk te komen tot wat we allemaal hopen, 1 global standard. En wat dat betreft blijft mijn stelling overeind dat het uiteindelijk toch goed kan zijn om iets verder te gaan dan misschien tot op heden gebruikelijk is. Stelling 3. Voor de belegger is inzicht in de risicobereidheid en het risicoprofiel van de onderneming belangrijker dan inzicht in het functioneren van risicobeheersingssystemen. Je hoeft geen discussie te hebben over dat ondernemen risico is. Maar wat belangrijk is, dat je die risico's kent en dat je daar ook de attitude ten opzichte van die risico's kent. En zo kwam ik dus ook op dat begrip risk appetite. Hoeveel risicobereidheid hebben wij nou, als je dat vertaalt in termen van een doelstelling op het gebied van risicorendement, dan moet daar een gezonde verhouding tussen zitten, dat je voor een redelijk rendement geen onredelijke risico's loopt. Stelling 4. De interne auditfunctie moet extra werkzaamheden verrichten om het bestuur te kunnen laten verklaren dat de risicobeheersingssystemen effectief en adequaat zijn. Daar heb ik dan toch de neiging om te zeggen van die interne auditor zit toch erg in de onderneming? En daar heeft hij inderdaad, daar moet hij zich volledig over alle risico's een goed beeld kunnen vormen en ook aan de bel kunnen trekken. En ook belangrijk dat hij rechtstreeks toegang heeft tot een auditcommittee, ben ik allemaal mee eens. Maar het totale risicobeeld, waarbij dus ook die business risico's bij horen, dat onttrekt zich toch een beetje aan zijn blikveld. Er zijn een hoop punten tot nu toe langsgekomen, maar wat ik nog gemist heb is de cultuur binnen de organisatie. En in hoeverre die bepalend is voor de manier waarop het risicomanagement binnen een onderneming vorm krijgt. Wat ik denk dat ongelooflijk belangrijk is, is dat je risicomanagement moet in handen van het management zijn. En dat moet niet een aparte club zijn. Je ziet dat de interne auditor een hele belangrijke rol speelt om het management veel bewuster te maken van risicomanagement. Na het interessante debat concludeerde de dagvoorzitter dat er stappen in de goede richting zijn gezet. Maar er is nog wel een lange weg te gaan om de risicorapportage in het jaarverslag op het vereiste niveau te krijgen. De aanwezigen gingen naar huis met een exemplaar van het onderzoeksrapport.